Fuck, nee, die weet ik niet. Nee. Zie je dit? Mooi, hè? Mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik iets anders doen dan een vlog. Raymond die is er wel, maar die komt straks pas, want ik ga een prank op hem doen. Ik ga zometeen naar de Action allemaal van die gekleurde papiertjes halen, die je overal op kan plakken. En dan plak ik zijn hele kamer ermee vol en dan komt hij binnen en dan kijken we zijn reactie. Zijn broertje doet straks de deur open, dus zo kom ik binnen. En ja, ik ga nu naar de Action toe en ik zie jullie zo weer. Nou, en we gaan weer op de scooter natuurlijk, zoals altijd. Godverdomme. Nou, dat moet maar met twee handen, dan zie ik jullie bij de Action weer. Nou, twee moeten wel genoeg zijn, lijkt mij. Dus dan gaan we weer verder. Nou, daar zijn we dan. Even kijken. Ik denk dat dit de goede is. Godverdomme. Yep. Hoi. Nou, dat duurde ook weer lekker lang. Zo, daar zijn we dan. Dus dit zit straks helemaal onder de papiertjes. Ik heb nog even de tijd. Raymond is over anderhalf uur pas vrij. Dan is het 4 uur ongeveer. Het is nou net 2:30 geweest, dus. Goed lekker daar neer. Maar ja, ik ga beginnen denk ik met alles opplakken. Leuk. Nou, ik heb gordijnen ook even dicht gedaan. Ik kan het daar natuurlijk ook op. Dat is ook wel leuk. Nou, ik ga het eerste pakje openmaken. Oh, ik moet hier even neer te zetten als het lukt. Natuurlijk lukt dat, want ik kan alles. Godverdomme. Nou, dat moet wel goed komen. Komt net niks. Nou, het is toch niet mijn kamer, dus wat maakt het allemaal uit? Nou, ik ga beginnen. Nou, de kamer is zo goed als af. Meer dan de helft is op de grond geflikkerd en alles. Maar ja, het is nu 3 uur. Hier gaat weer een stukje. Weer. Het is nu 3 uur, dus hij komt over 1 uur thuis. Dus dat wordt nog even 1 uurtje wachten. En ja, jullie zien zijn reactie zo wel. Blauw duimpje omhoog vast, hè? Dan denk ik dat ik hier zo een camera neerzet. Hier of op de tafel, van dat hij binnenkomt. En voor in zijn kamer zelf
Rustig hopen, anders valt alles eraf. Denk ik dat ik daar zo... Kijken, hoe werkt dit allemaal? Ja, daar zo. Bij de kolenflesje ook eentje ga neerzetten. Een mobiel. Voor de reactie voor als hij zijn kamer in komt. Hij weet zelf nog niet dat ik hier ben. En ik ga gewoon in de kamer zitten en ik roep hem. En ik zeg gewoon dat ik de sleutel heb gekregen. Dus, dat is het. Nou, 4 uur. Dus hij is zometeen vrij. En dan komt hij deze kant op. Dan zal ik wel filmen tot hij hier zo aankomt lopen. Nou, waarschijnlijk is hij op de fiets. Het lopen is een beetje te ver vanuit de stad. Maar ja, vanaf dat punt wil ik eigenlijk gaan filmen en dan zien jullie het wel. Dus ja, begint wel. Daar komt hij aan, hoor. Nou, ik zal de deur wel even voor hem open doen. Mooi. Mooi. Met het vlog, hè? Ja. Zeker. Nou, daar heb je hem eindelijk. Komt hij aan? Gaan we aan? Ik heb geen idee. Misschien zo wat we gaan doen, ja. Ja, goh, oké. Ja, er is ook verder niemand thuis. Ja, Jason gaf me de sleutel. Oh, nou, gaan we doen. Ja, dat is echt wel een man ook. Ik kan het proberen. Fuck, nee, dat weet ik niet. Nee. Zie je? Mooi, hè? Wat fuck, hè? Dat kan toch niet? Ik had achter de deur. In de kast en de tv. Waarom heb je dit gedaan, joh? De hele tijd. Daarom heb je eentje binnen gelaten, zeker? Ja. We zijn gewoon met z'n tweeën gewoon helemaal kapot gemaakt. Nee, we gaan er helemaal op gaan. Ja, tuurlijk. Fuck, nee, nee, nee. Mooi, hè? Fuck, hè, dat kan toch niet? Kijk achter de deur. En de kast en de tv. Wat heb ik gedaan, joh? Net de hele tijd. Daarom heb je een super gemaakt, zeker? Ja. We zijn gewoon met z'n tweeën gewoon even complot gemaakt. En we gaan er heel goed. Ja, tuurlijk. En dan kijk ik naar buiten. Nee! Ja, zeker. Ja, zeker. Nee, nou, jij gaat even lekker opruimen, want ik heb dat echt zin in. Oh, wat valt er mee? Nee, dat kan niet. Dan met je hand er wel voor heen. Nou, wat vind je ervan? Ja, ik ga het niet. Het is een mooi binnenkant. Ja, dan kan je het ook wel laten hangen, ja, dat is wel mooi. Een keer wat anders. Of van die zwarte strepen. Ja. Ik ga lekker ook erin. Nou, zullen we maar afsluiten? Of verbaas me nog dat hier geen sticker op zit. Nou, dat kan ik wel doen. Nou, wacht, ik doe het wel voor de spiegel, dan kan ik het ook allemaal zien. Jongen, dit kan echt niet. Hoe lang ben je mee bezig geweest? Oh, een uurtje ongeveer. Nou, vond je dit een leuke video? Ik wel, ik vond het een mooie dikke prank. Dikke prank. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk. Ja, dat zeker is. En ja, vertel alles tegen je vrienden, hè? Dat we meer subscribers krijgen natuurlijk. Ik vind het wel een mooie idee. Ja, nou...